Aardedelen, sportpark Boven Molen. Bij me staan de broers Tichelaar, Gerrit-Jan Tichelaar en Henk Tichelaar. Jullie hebben gefietst. Henk, vertel. Ja, het was fantastisch. Een hele goede organisatie. En ja, heel gezellig onderweg. Ja, ik vind het gewoon ik vind een uitdaging voor Oldebroek. Ik vind het geweldig. Ja, ik vind het gewoon geweldig. Een evenement met gevoel ook. Inderdaad, dat is zeker. Als je dan vanmorgen hier komt, dan zie je sommige dingen, dan word je er wel een beetje emotioneel van. Ja. Ja, dat is ook de sterkte van het evenement, denk ik. De sterkte van het evenement, dat maakt het ook sterk, ja. Ja, dat klopt. Broer Gerrit-Jan, ook gefietst, ook twee keer rondje Delle gedaan vandaag. Ja, klopt inderdaad. Ja, twee keer rondje Delle. En wat mijn broer zegt, je doet het voor de saamhorigheid en voor de eenheid, voor Oldebroek natuurlijk ook. Dat is heel belangrijk. En voor een goede doel. En dat ik dan vanmorgen ook zo'n kleine jongen hier zie lopen die ook de ziekte met zich meedraagt. En dat je daar dan voor wat kan voor betekenen met z'n allen. Nou, dat is alleen maar goed en het is hopen dat de financiële bijdrage die wij eraan kunnen leveren met z'n allen, dat een steuntje in de rug geeft en dat ze daar wat aan kunnen doen, dat die ziekte kan bestrijd worden. Dat is belangrijk, denk ik. Jij bent een echte sportman. Vorige week zagen we je ook al lopen bij Run for Joyce. Wat doe je nu liever, lopen of fietsen? Nou, in de zomermaanden dan fiets ik veel, want ja, dat is gewoon mooi weer en ik fiets veel toertochten. Vind ik mooi om te doen. En in de winterperiode doe ik veel hard lopen. Dus wedstrijdjes, crossen, dit en dat. Nou ja, vorige week was het bij Run for Joyce, bij Hoekert hier in Oldebroek. Wat ook voor een goed doel was. En ja, dat was ook fantastisch gereden, moet ik eerlijk zeggen. En dan daar komt daar zo zicht dat je door tuinkasten kan lopen. Dan maak je in heel Nederland niet mee. En dan zie je in Oldebroek dan wel weer uniek. En dat je daar, en dan vind ik gewoon dat je als sporter je steentje aan moet bijdragen. Maar dat is het rondje Delle natuurlijk ook, dat is toch ook uniek, Henk? Ja, dat is ook heel uniek. Het is een fantastische natuur. Ja, het parcours is ook aan de veilige kant wat betreft dat je steeds binnendoor, dat je niet over hoeft te steken. Ja, ik vind een fantastische natuur en een fantastische route. Ja, ik fiets zelf ook graag in de vrije tijd. Ja. Dus ja, het is voor ons bekend. Maar ja, zonder meer. En zoals vanmorgen zijn we gestart met z'n vieren. Mijn vrouw en mijn aanstaande schoondochter is ook mee geweest, de eerste ronde. Ja, en daar doe je het ook voor de gezelligheid, onder elkaar. Ja, het is een fantastisch evenement. Henk en Gerrit-Jan, bedankt voor jullie tijd en nog een hele fijne dag. Deze week kom je tegen als hardloper en vandaag op de fiets. Ja, ook weer sportief, hè? Lekker. Enorm van genoten. Vooral achter op de Delden. Ik fiets wel vaker dat rondje. Maar zo in zo'n lange oranje sliert meer fietsen, dat geeft een extra dimensie. Extra samenhorigheidsgevoel. Ja, samenhorigheidsgevoel en ook voor het goede doel. Soms dan denk ik, ja, moet dat nou? Je kunt toch ook gewoon geld geven aan een goed doel? Waarom moet je ervoor gaan fietsen? Maar dat heb ik vandaag toch wat anders ervaren. Ja, was schitterend. Dat merk je met dit evenement echt, dat het gaat voor het goede doel. De beweging die er is op Sportpark Boven Molen. Ongetwijfeld veel foto's geschoten onderweg. Ook nog een uur na, ja. Maar je bent aan fietsen en dan twee dingen tegelijk doen, dat werkt niet echt. Maar ik heb de camera meegenomen en een soort motorcamera, fietscamera, ja, ja. Probeer ik verslag te doen. Wat is het mooiste wat je vandaag gezien hebt? Ja, ja. Ja, alles met elkaar. Ik vind het ja, achter op de Zuidweg, die lange sliert. Wandelaars, vooral heel veel wandelaars. Ik hou zelf ook van wandelen. Dat er zoveel wandelaars meedoen vandaag.
voorbereiding mis op de vierdaagse, wat voor instellingen ze doen, maar gewoon geweldig. Ik denk dat het volgend jaar nog veel groter wordt. Ja, dit zijn al twee keer zoveel deelnemers, dus ja, wie weet volgend jaar wel richting 1300-1400. Ik denk het, misschien wel de 2000. Maar ook een pluim aan de organisatie, perfecte organisatie, alles ja, perfect voor elkaar. Ja, zonder meer, ja. Ja, het is wel op het fietspad als je veel wielrenners hebt en wandelaars, maar dat kun je niet voorkomen. Op de Zuidweg kunnen ze wel apart fietsen een stuk, maar er zijn wel, ja, je moet allemaal een beetje rekening houden met elkaar. Als het echt heel groot wordt, dan ja. Je doet het toch samen voor Kika? Ja. Ja, maar ja, dus je wilt toch ook iets ook in beweging zijn voor Kika. Ik wens je een hele fijne dag en succes. Ja, ergens vooraan moet iets staan. Voor een, Oh, hier, camera. Oh, je bent wel helft hoor. Oh, je bent helft? Ja. Hey. Oh. Ja, dat blijft ook hier. Ja. Hey. We gaan op de loco. Oh, oh. En bij mij op het hek zit Piet van Omen. Hey Piet, gefietst vandaag? Ja. Dat doet me denken over aan een liedje dat we wel eens draaiden bij Loco FM. De fiets van Piet van Pa. En jij heet Piet. Ja. En jij vandaag gefietst, hoe vond je het? Leuk, maar op het laatst was er wel een steile bel. Maar goed, je ging dat noemen ze de knabbel, de wolberg. Je had één geluk, je kwam boven. En toen? Ja, toen ging het heel snel vanaf. Dat was leuk. Ja. Dus dan hoef je even niet te trappen, kon je even uitrusten. Ja, dat is waar. Hoe lang heb je erover gedaan? Dat weet ik niet precies. Nee, maar 2 uur ongeveer? Ongeveer wel. Ja. Nou, in ieder geval voor het goede doel vandaag, voor Kika. Ja. Ik wens je een hele fijne dag. Ja, dankjewel. Hey!
We staan hier met iemand met pech onderweg. En hoe is uw naam? Bert Holstegen. En de band is lek, zie ik. En u bent hem aan het repareren. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Op het stoeprandje, denk ik. Dus en dat ging een beetje te heftig? Ja, ik stuit er iets op en dan kunnen ze niet zoveel hebben, die banden. Hè. Dus dan is het gelijk pats. Ja, het laatste eindje gelopen dus? Ja, de laatste 100 meter ongeveer. Oh, dat viel nog mee dan? Gelukkig wel. U komt uit Oldebroek? Ja. Ja. Wat is voor u de reden om mee te doen aan Kika, Tour de Delle? Voor de kinderen, hè. Voor dat ze geen kanker meer hebben. Hè. Ook goed gesponsord door aan mensen? Ja. Ja. Ik zei net al tegen de familie Tigeraar, een evenement met gevoel. En dat is zeker het geval, denk ik. Ja, een evenement met gevoel, ja. Ik wens u succes met de band. U gaat nog een keer weer rond? Is wel de bedoeling. Of nog twee keer? Nee, één keer nog. Eén keer? We hebben twee keer erop zitten, dus. Dat wordt dan drie keer. En drie keer is scheepsrecht. Succes en nog een hele fijne dag.